Numeri, hoofstuk 33. Dit is die trekke van die kinders van Israël wat uit die Egypteland uitgetrek het volgens hulle leerafdelings, onder leiding van Moses en Aaron. Volgens die bevel van die Here het Moses die plekke opgeskrywe van waar hulle van plek tot plek verder getrek het. En dit is hulle plekke van waar hulle al verder getrek het. Hulle het van Raamses af opgebreek in die eerste maand. Op die 15e dag van die eerste maand, op die dag na die Pascha, het die kinders van Israël door een hoë hand voor die oë van al die Egyptenaars uitgetrek, terwijl die Egyptenaars bezig was om die te begraven wat die Here onder hulle verslaan het, al die eerstgeborenes. Ook het die Here aan hulle goede strafgerigte voltrek. Toen die kinders van Israël van Raamses af opgebreek het, het hulle laar opgeslaan in Sukkot. En hulle het van Sukkot af opgebreek en laar opgeslaan in Etam, wat aan die kant van die woestijn lee. En hulle het van Etam af opgebreek en weggedraai na Pi Hachirot, wat oos van Baal Sefon lee. En hulle het laar opgeslaan voor Migdol. En hulle het van Pi Hachirot af opgebreek en dwars deur die see gegaan na die woestijn toe. En hulle het 3 dagreise ver die woestijn van Etam ingetrek en laar opgeslaan in Mara. En hulle het van Mara af opgebreek en by Elim gekom. En in Elim was 12 waterfonteine en 70 palmbome. En hulle het daar laar opgeslaan. En hulle het van Elim af opgebreek en laar opgeslaan by die Skelfsee. En hulle het van die Skelfsee af opgebreek en laar opgeslaan in die woestijn Sin. En hulle het uit die woestijn Sin opgebreek en laar opgeslaan in Dofka. En hulle het van Dofka af opgebreek en laar opgeslaan in Alus. En hulle het van alles af opgebreek en laar opgeslaan in Rafidim, maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. En hulle het van Rafidim af opgebreek en laar opgeslaan in die woestijn Sinai. En hulle het uit die woestijn Sinai opgebreek en laar opgeslaan in Kibrot Hataava. En hulle het van Kibrot Hataava af opgebreek en laar opgeslaan in Haserot. En hulle het van Haserot af opgebreek en laar opgeslaan in Ritma. En hulle het van Ritma af opgebreek en laar opgeslaan in Rimon Peres. En hulle het van Rimon Peres af opgebreek en laar opgeslaan in Libna. En hulle het van Libna af opgebreek en laar opgeslaan in Rissa. En hulle het van Rissa af opgebreek en laar opgeslaan in Kehelata. En hulle het van Kehelata af opgebreek en laar opgeslaan bij die berg Sefer. En hulle het van die berg Sefer af opgebreek en laar opgeslaan in Harada. En hulle het van Harada af opgebreek en laar opgeslaan in Makhelot. En hulle het van Makhelot af opgebreek en laar opgeslaan in Tahat. En hulle het van Tahat af opgebreek en laar opgeslaan in Terach. En hulle het van Terach af opgebreek en laar opgeslaan in Mitka. En hulle het van Mitka af opgebreek en laar opgeslaan in Hasmona. En hulle het van Hasmona af opgebreek en laar opgeslaan in Moserot. En hulle het van Moserot af opgebreek en laar opgeslaan in Bene Jaakan. En hulle het van Bene Jaakan af opgebreek en laar opgeslaan in Hor Hagidgad. En hulle het van Hor Hagidgad af opgebreek en laar opgeslaan in Jotbata. En hulle het van Jotbata af opgebreek en laar opgeslaan in Abrona. En hulle het van Abrona af opgebreek en laar opgeslaan in Ision Geber. En hulle het van Ision Geber af opgebreek en laar opgeslaan in die woestijn Sin. Dit is Kades. En hulle het van Kades af opgebreek en laar opgeslaan bij die berg Hor, aan die kant van die land Edom. Toe het die priester Aaron volgens die bevel van die Here op die berg Hor geklim en daar gesterwe. In die 40ste jaar na die uittocht van die kinders van Israël uit die Egypteland, in die 5de maand, op die 1ste van die maand. En Aaron was 123 jaar oud, toen hij op die berg Hor gesterf het. En die Kanaaniet, die koning van Arad, wat in die Suidland in die land Kanaan gewoon het, het gehoor dat die kinders van Israël aankom. En hulle het van die berg Hor af opgebreek en laar opgeslaan in Salmona. En hulle het van Salmona af opgebreek en laar opgeslaan in Pinon. En hulle het van Pinon af opgebreek en laar opgeslaan in Obot. En hulle het van Obot af opgebreek en laar opgeslaan in Iye Ha'abarim, by die grens van Moab.
en hulle het van Ijem af opgebreek en laar opgeslaan in Dibon Gad. En hulle het van Dibon Gad af opgebreek en laar opgeslaan in Almon Diblathaim. En hulle het van Almon Diblathaim af opgebreek en laar opgeslaan in die gebergte Abarim voor Nebo. En hulle het van die gebergte Abarim af opgebreek en laar opgeslaan in die vlaktes van Moab by die Jordaan van Jericho. En hulle het laar opgeslaan by die Jordaan van Bet Hayesimot af tot by Abel Hasetim in die vlaktes van Moab. En die Heere het met Moses gesprek in die vlaktes van Moab by die Jordaan van Jericho en gesê: Spreek met die kinders van Israël en sê vir hulle, as julle deur die Jordaan in die land Kanaan intrek, moet julle al die bewoners van die land voor julle uitverdrywe en hulle beeldhouwerk verniel. Ook moet julle al hulle gegote beelde verniel en al hulle hoogtes verwoes. En julle moet die land in besit neem en daarin woon, want ek het die land aan julle gegee om dit te besit. En julle moet die land deur die lot as erfdeel verwerwe volgens julle geslagte. Vir die wat baie is, moet julle hulle erfdeel groot maak. En vir die wat min is, moet julle erfdeel klein maak. Waar die lot vir iemand val, moet dit sy deel wees. Volgens julle vaderlike stamme moet julle dit as erfdeel verwerwe. Maar as julle die bewoners van die land nie voor julle uitverdrywe nie, sal die wat julle van hulle laat oorbly, soos dorings in julle oë wees en soos angels in julle sye. En hulle sal julle beveg in die land waar julle inwoon. En soos ek gedink het om aan hulle te doen, sal ek aan julle doen.